De olieindustrie zelfs is niet zo arbeidsintensief, maar gaat gepaard met grote investeringen. Directeur Anand Jagisser van Staatsoliemaatschappij Suriname NV geeft als voorbeeld dat op een olieplatform er bijvoorbeeld slechts 160 personen werken. Staatsolie is op dit moment voornamelijk bezig met het opleiden van studenten op het NATIN en aan de andere kant bezig met de lokale bedrijven om te kunnen voldoen aan de internationale eisen. Het gaat dan om het hebben van een jaarrekening, maar ook de gezondheids-, veiligheids- en milieusystemen in het bedrijf moeten goed werken. En helaas is gebleken dat Surinaamse bedrijven op dit punt zwak staan, zegt Jagisser. Mama vader van het dak, dan gaan ze zeggen, oké, één keer in de 10 jaar is toch niet zo erg. Nee, in dit systeem moet je gaan onderzoeken waarom die persoon van het dak is gevallen. Had hij zich niet, laten we zeggen, aangehangen aan het dak, was hij moe, had hij niet de juiste schoeisel aan. En dan uit dat onderzoek ga je alle bevindingen implementeren. Dus dat soort simpele systemen, die moeten de Surinaamse bedrijven nu ook gaan implementeren. En we hebben 25 bedrijven nu die in een soort stoomcursus zijn om dat te doen. En met alle goede ontwikkelingen die gaande zijn, worden er toch vragen gesteld over de zorg over het milieu vanwege de olie- en gassector. Suriname is een van de 3 carbon-negatieve landen en die status moet behouden worden. Jagisser zegt dat de maatschappij systemen klaar heeft om te voorkomen dat er iets gebeurt. Maar mocht er zich een ongeluk of een oliespil voordoen, dan zijn er eveneens plannen om ze te beheersen en op te ruimen. Dus die systemen moeten goed ontwikkeld zijn. Wij hebben in Suriname goede systemen vanwege staatsolie. Dus één, we hebben een soort wat men noemt oil spill response. Dus we hebben zelf equipment waarmee we kunnen uitrukken om dat, laten we zeggen, te voorkomen. En we hebben met een bedrijf in Miami, dat een heel groot bedrijf is en voor de hele regio dat doet, is een soort insurance, dat ze kunnen invliegen of kunnen invaren en dan verder kunnen helpen. Dus first response en daarna het second response. Maar het belangrijkste is om te voorkomen dat het gebeurt. Dus bijvoorbeeld als je een brand boort, dat je wel rekening houdt en geen risico's neemt. Het volledige interview met staatsoliedirecteur Anand Jagisser ziet u morgen zaterdag 23 september om 11:30 's morgens via kanaal 12.1. De directeur gaat dan ook uitgebreid in op de ontwikkelingen van de gasreserves en wat de plannen daartoe zijn.